je zit echt als een soort decorstuk zit je op dat bankje. Ja. Dus Kees heeft gezegd, ik doe het niet meer. En ik zeg, nou, ik doe het ook niet meer. Het is ongelooflijk ongemakkelijk. Iedereen. Ja. Ja. Ook die Jutta, die wist op een gegeven moment niet meer hoe ze de benen moest doen. Hoe ze... Nee. Laat ze lekker die Piet Hoekstra aan neerzetten. Hey. Ja, die heb je nog telefoon uitgewisseld, of niet? Piet. Hé, even serieus. Ik maak gebruik van het vakantiehuis van Piet in Massachusetts. Ja, natuurlijk. Ga ik 14 dagen zitten. Jullie gingen goed samen. Ja. Dat was lekker. En dan komt Trump ook nog even langs. Ja. Maar volgens mij spreekt even Jinek dezelfde taal als de ambassadeur uit Amerika, Piet Hoekstra. Ja, Piet. Dus ze heeft de vragen best wel kunnen verstaan. Hij heeft de vragen best wel kunnen verstaan. Zij heeft hem 21 open vragen gesteld en hij heeft het gepresteerd om 22 keer geen antwoord te geven. Ja. Het is een enorme glad, Janus. Een enorme glad, Janus. Hoe noemde Angela de Jong hem? Trekpop? Trekpop. Nou, en ik maakte hem mee van tevoren en hij is uitermate vriendelijk, maar wat je zegt, een glad, Janus. Maar hij wil alles in het Engels doen. Hij verstaat alles woordelijk in het Nederlands. Ja. En hij kan ook heel behoorlijk in het Nederlands spreken, hoor. Dus hij houdt zich een beetje van de dom, hè. Hij zei van, ik kom ontzettend veel mensen tegen meneer Piet Hoekstra in dit land die Trump een enorme lul vinden. Dat verstond hij prima. Ja, maar hij had ook een oortje met een vertaler, hoor. Hey. We hebben een app. Dat mag u niet missen, hè. Download hem nu voor leuke video's en het allerlaatste voetbalnieuws.